Ja, fantastisch. Goedemorgen. Welkom deze ochtend bij de online bijeenkomst kennissessie Leidraden Circulair Inkopen en Meten van Circulariteit. Mijn naam is Willem de Kok. Ik ben jullie dagvoorzitter voor vandaag van Platform WOW, Samenwerkingsverband voor Weg- en Waterbeheerders. En we organiseren deze sessie samen met Platform Bouw, Circulaire Bouw 2023. Jullie wel bekend als Platform CB23. We hebben heel veel aanmeldingen voor vandaag. En dat is mooi, want deze transitie kunnen we niet alleen. En dat doen we gezamenlijk. We zijn heel blij dat we jullie, leden van Platform WOW, uit de GWW-sector, deze ochtend bij ons hebben. Zoals al gezegd, we organiseren het samen met Platform CB23. Een platform waarin we sectorbreed in de bouw, maar ook in de GWW, elkaar willen verbinden. Maar ook werkafspraken maken om juist deze transitie in de bouw te starten en te versnellen. Ik ben ook blij met de sprekers die we van deze ochtend in ons midden hebben. Om even door te gaan deze ochtend voor het programma. We hebben vandaag Sybren Bos als spreker van de Leidraad Circulair Inkopen. Sybren is voorzitter van het actieteam Circulair Inkopen, Platform CB23. En ook werkzaam bij Corporate. Sybren gaat wat dieper in op de leidraden dat eigenlijk een soort van werkafspraken zijn om bij het circulair inkopen dat beter in te bedden in jullie werkproces. Reinier de Nooy loopt al een tijdje mee bij Platform CB23 en is lid geweest van de actieteam Circulair Inkopen en Meten van Circulariteit. En heeft ook vormgegeven aan het implementatietraject van Meten van Circulariteit. Dus in het tweede deel gaan we ook dieper in op een infracasus uit de GWW-sector. Nou, wij hebben een beetje de deelnemerslijst gezien en weten wie er vanochtend aangehaakt zijn. Maar het is misschien ook juist leuk om voor jullie te zien wie zitten hier nu allemaal eigenlijk. Dat willen we even doen aan de hand van Mentimeter. Nou, de meeste van jullie kennen deze toepassing natuurlijk al. Als je gaat naar www.menti.com, deze code intoetst, worden een aantal vragen ingesteld. Enerzijds om even kennis te maken, maar ook alvast eventjes een bruggetje naar de inhoudelijke deel. Om een beetje een idee te krijgen van de verdeling van deze ochtend. Toch zo met zo'n 80 personen. Dat is bijna weer driekwart van de aantal aanmeldingen. En een mooie verdeling tussen waterschappen, gemeenten en provincies. En zo ook Rijkswaterstaat. En ook fijn om te zien dat er ook nog adviesbureaus en andersoortige instellingen of organisaties aanwezig zijn. We richten ons juist ook op bij deze leidraden richting de opdrachtgevende kant. En dat is voornamelijk interessant dat jullie er ook vanochtend zijn. Toch ook benieuwd of jullie aanwezig waren bij het Platform CB3 jaar-event op 1 juli. Dit jaar-event werden de leidraden ook toegelicht. Naast leidraad circulair inkopen, ook de leidraad ontwerp. Tijdens dit jaar-event werden de leidraden overhandigd aan het transitieteam Bouw Circulair, Circulaire Bouweconomie. Juist ook weer dat team dat de versnelling aan kan gaan. Kijk, interessante verdeling. Ze hebben een extra doelgroep bereikt vanuit het platform. En daarvoor doen we dit ook. Leuk. Fijn dat jullie er allemaal zijn. En we kunnen even doorpakken naar alvast een mooie start inhoudelijk. We gaan direct de diepte in. De vraag die we graag aan jullie willen voorleggen, om een beetje een idee te krijgen van waar jullie staan. Mijn organisatie heeft duurzaamheidsambities vertaald naar concrete, meetbare inkoopdoelstellingen en naar inkoopstrategieën. In hoeverre doen jullie dit al? Ja, vrijwel volledig. Nou, gedeeltelijk, maar nog niet volledig. Een beetje. Niet of nauwelijks.
benieuwd wat dit figuur gaat weergeven. Nou, het geeft verspreid beeld aan over deze verspreiding in deze as. Maar ik zie dat er toch nog ook wel een opgave ligt. En dat zeker het verhaal straks ook van Sybren Bos van toegevoegde waarde kan zijn. En juist zich richt ook, ja, maar hoe ga ik dat doen? Een volgende vraag. Mijn projecten hebben een duurzaamheidsambitie. En hebben die voor de start van de aanbesteding gevalideerd met marktpartijen? Ja, dat doen wij vrijwel altijd. Nou, met enige regelmaat. Nou, dit doen we alsnog enkel bij pilotprojecten. Of dit doen we nog niet of nauwelijks. Deze stelling of vraag hebben we misschien ook nog wel enige nuancering nodig. Het kan zijn dat Sybren daar nog later op terugkomt. Of hou deze graag even in gedachten om na de presentatie van Sybren ook hier een vraag over te stellen. Hij begon heel erg te richten naar dat eigenlijk nog niet gedaan wordt, maar toch een beetje bijgeschaafd, ook nog met enige regelmaat. Wat geeft dit aan? Daar komen we later op terug. Laatste inhoudelijke vraag, voordat we doorgaan met de leidraden. In mijn projecten specificeer ik functioneel waar dat kan, om de ontwerpvrijheid voor innovatieve marktpartijen te vergroten. Dit doe ik vrijwel altijd. Nou ja, met enige regelmaat. Of wederom ja, bij enkele, nou ja, de pilotprojecten. Of niet en nauwelijks. Nou, je ziet hier dat toch misschien functioneel specificeren al een wat meer gemeen goed is geworden. Juist ook om de ontwerpvrijheid van innovatieve marktpartijen te vergroten. Neem niet weg dat dit ook gezien wordt als een belangrijk onderdeel. En ook fijn, Sybren, dat je daar nog terug gaat komen. Nou, houd deze vragen en onderdelen in je achterhoofd. Waarschijnlijk komen we hier nog op terug. Als je hier een vraag op hebt of een enige nuancering wil aanbrengen, stel ze gerust straks in de chat. Ik hou ze bij en stel deze vraag, of als je dat aangenaam vindt, kun je dat ook zelf doen, richting Sybren. Sybren, betekent het voor jou om de presentatie van mij over te nemen? Dan kunnen we starten met de leidraad circulair inkopen. Yes, dat ga ik doen, dankjewel. Dan zal je zien, dan heb je het getest en dan staat hij toch niet in je screenshare overzichtje. Babel. Ik ga het even anders doen. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm. Kan iemand dat bevestigen? Ja, als jij hem op presentatiemodus wil zetten, super. Ja. Top. Ik krijg alleen mijn onderbalk niet weg, maar dat is dan even niet anders. Gaat heel goed? Ja hoor, hij is zichtbaar, groot en super. Dank voor de introductie. Zoals gezegd, Sybren Bos, voorzitter geweest van het actieteam dat de leidraad circulaire inkoop platform 723 opgesteld heeft de afgelopen maanden, in het traject vanaf september tot en met 1 juli, inderdaad vorige week, waar we dat gepresenteerd hebben. Voor de mensen die vorige week ook al bij het jaar-event waren, ik ga voor een belangrijk deel dezelfde presentatie geven. Dus ja, voor die zal het deels herhaling zijn. Maar hopelijk wel met een aantal nuances en aandachtspunten die ook voor deze groep belangrijk zijn.
Mocht er inhoudelijke vragen zijn, stel ze gewoon via de chat. Dan hoop ik dat iemand ze even mondeling aan mij kan stellen. Want ik kan de chat nu niet lezen. Dan probeer ik je tussendoor te beantwoorden. Als het meer echt discussiepunten zijn, laten we die aan het einde pakken. En ik hou hem kort en bondig. Allereerst, die lijn uit circulair inkopen en platform 723. Wat is platform 723? Is een platform dat heeft tot doel om eenduidige werkafspraken te maken voor een circulaire bouweconomie, vandaar de CB. En de eerste aanzet voor die eenduidige werkafspraken moet er zijn in 2023, vandaar CB23. De afgelopen 2 jaar heeft Platform 27 zich gericht op leidraden meten en leidraden paspoorten. Als in de eerste 2 jaar, sorry, en het afgelopen jaar op 2 andere onderwerpen, namelijk circulair inkopen en circulair ontwerpen. Die 2 actieteams hebben parallel aan elkaar gewerkt en ik was dus voorzitter van het traject circulair inkopen. Hans Wamelink, hoogleraar TU Delft, was voorzitter van het actieteam circulair ontwerpen, kan daar ook van alles over vertellen en daar is dus ook een leidraad over. En Reinier straks gaat nog in op die leidraad meten, waar het afgelopen jaar ook wel doorontwikkeling op is geweest, maar waar dus vooral de eerste 2 jaar aan is gewerkt. Als ik kijk naar die leidraad circulair inkopen, dan is onze doelstelling geweest om een leidraad te maken waarbij opdrachtgevers op een meer uniforme manier circulair in kunnen kopen en die circulaire principes mee kunnen nemen in het inkoopproces. Is gericht op zowel opdrachtgevers, publiek-privaat, als andere betrokkenen bij het inkoopproces. En geschikt voor de hele bouwsector, dus zowel de BNU als de GBW. Waarbij we ook ons expliciet gericht hebben op vooral de principes die aan je inkoopproces toepast. En dus wat minder op allerlei technische uitvoeringsdetails die natuurlijk voor de BNU en de GBW wel degelijk verschillen. Waarom circulair inkopen binnen platform 723? Want het is natuurlijk een compleet ander onderwerp dan onderwerp als paspoorten of meten. Of ook ontwerp. Eigenlijk omdat circulair inkopen niet alleen vraagt om technische afspraken, of circulair economie niet alleen vraagt om technische afspraken, maar vooral ook om andere procesafspraken. En het inkoopproces is zo'n proces waar heel veel aanpassing in nodig is, maar ook heel veel mogelijkheden liggen om circulaire principes echt op een integrale manier mee te gaan nemen. We beseffen ons daarbij wel dat inkoop natuurlijk vooral ook organisatiebeleid is en dat het daarom heel lastig is om eenduidige werkafspraken te maken over heel Nederland hoe wij gaan inkopen met elkaar. Dus daarom hebben we deze leider ook niet als werkafspraken gepresenteerd, maar als leidende principes. We hebben zoveel mogelijk organisaties uitnodigen om die daadwerkelijk toe te passen in al hun inkoopaanbestedingstrajecten en in de inrichting van de eigen organisatie. We hebben ook doel en definitie nog even wat verder aangescherpt. Jullie zijn bekend met de vele verschillende definities die er zijn, zowel van circulaire economie, circulaire bouw als circulaire inkopen. En ook wij hebben daar toch wel even naar gekeken. Waarbij het doel wat ons betreft is om circulaire inkopen, om inkoop in te zetten. Sorry. Ik probeer er anders in van te maken, maar het werkt niet als er een mooie citaat staat. Het doel van circulaire inkopen is het inzetten van het inkoopproces om die transitie naar een circulaire economie te versnellen. Dus daarbij gaat het niet zozeer om het eindproduct dat we ingekocht hebben, als wel om het proces zo in te richten dat we daarmee meer circulaire oplossingen mogelijk maken. Als we gaan kijken naar de definitie, gaat het dus om het inkopen van die circulaire oplossingen. De circulaire oplossingen, oplossingen die bijdragen aan minimaal 2 van de 3 doelen van circulair bouwen. En dat zijn die doelen die vanuit CB23 zijn vastgesteld in de eerste cycli van leidraden. Ze beschermen van materiaalvoorraden, het beschermen van milieu en het beschermen van bestaande waarde of behouden van bestaande waarde. Hebben we ook vertaald naar opdrachtgeverschap. Dat gaat eigenlijk over de wijze waarop organisaties een circulaire ambitie verankert in de bedrijfsprocessen of werkprocessen en de wijze waarop zij de interactie met de markt- en ketenpartners vormgeeft en uitvoert. Ook een hele mond vol, maar de kern daar is dus dat het niet alleen maar gaat om jouw inkoopproces anders inrichten, maar ook de werkprocessen in je eigen organisatie anders inrichten om ervoor te zorgen dat die circulaire principes bevorderen en in ieder geval niet belemmeren en beperken. Qua afbakening, inkoop kunnen we natuurlijk heel erg lang over hebben, waar begint dat, waar eindigt dat. Wij hebben ervoor gekozen om een vrij brede scope te pakken, dus vanaf voorbereiding, het vormgeven van het traject, wat eigenlijk je interne voorbereiding is ook, je hele gunning en uiteindelijk ook het contract die je hebt.
waarbij we vanuit de aanbestedingswet met elkaar natuurlijk vier beginselen kennen. Non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie, proportionaliteit. Die altijd leidend zijn voor inkoopjuristen en ook inkoopadviseurs om een procedure vorm te geven en het inkoopkader in te richten. Waarbij we voor circulaire inkoop nog twee aanvullende beginselen zien die we daar eigenlijk aan toe zouden willen voegen aan het lijstje van vier. En dat is namelijk het stimuleren en mogelijk maken van innovatie. En het borgen van ketensamenwerking om ervoor te zorgen dat we op lange termijn met de hele keten de juiste keuzes maken op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. De leidraad gaat eigenlijk in op drie hoofdblokken. Allereerst het blok organisatie, dus hoe richt jij jouw organisatie in met beleid en werkprocessen en monitoring. Vervolgens op het blok project, dus hoe richt jij jouw inkoopproces voor een specifiek project in. En het derde niveau is de specificatie, dus op welk niveau en hoe maak jij je specificatie en zet je die op een goede manier in de markt. En binnen die drie blokken hebben we dus een aantal leidende principes uitgevoerd. Die zijn gevat in deze plaat. Ik ga hier niet in heel diep detail doorheen lopen. Maar in deze plaat zijn eigenlijk de belangrijkste leidende principes. Die vervolgens in de leidraad in veel detail verder zijn uitgewerkt. Inclusief wat het dan vraagt van je organisatie. Wat het vraagt van je project. Welke stappen je kan zetten. Ook geïllustreerd met een flink aantal voorbeelden van allerlei partijen. Gemeenten, provincies, waterschappen, Rijksoverheid die hiermee bezig zijn geweest. Waarbij dus de kernboodschap is dat dit allemaal ook aanbestedingsrechtelijk en juridisch kan. En dat al deze zaken uiteindelijk kunnen helpen om circulaire principes mee te nemen en te realiseren. En daarmee om je circulaire beleidsdoelstellingen te halen enerzijds, maar vooral ook om bij te dragen aan net al minder milieu-impact, net al minder materiaalgebruik en het behoud van waarde die we nu hebben in alle werkzaamheden die we uitvoeren met elkaar. Als we naar circulaire opdrachtgeverschap kijken, pik ik de belangrijkste er even uit. Allereerst om een ambitie te formuleren die past bij de organisatie. Die ambitie volgens ook te vertalen naar beleid en inkoopstrategieën specifiek voor bepaalde productgroepen of categorieën. Voor viaducten betekent circulaire inkopen wat anders dan voor wegen. Betekent wat anders als voor je gebouwstrategie. Ook het verankeren van de verantwoordelijkheden die erbij horen ergens in de organisatie. Mensen die daar verantwoordelijk voor zijn en daar ook op sturen. Maar vervolgens ook vanuit die verantwoordelijkheden eigenschap stimuleren en de ruimte geven en koplopen binnen de organisatie om te zorgen dat mensen er ook echt mee aan de slag willen en aan de slag gaan. En op het gebied van monitoring, op het moment dat je een heldere ambitie hebt en daar KPI's onder hebt hangen, zorg ook dat je een nulmeting uitvoert en monitor hoe de inspanning op bepaalde projecten bijdraagt aan het halen van je organisatiedoelstelling. Kan ook helpen om vervolgens weer bij te sturen in volgende projecten. En om te zorgen dat je intern leren met elkaar goed organiseert. Vanuit het inkoopproces, dus echt op projectniveau. Daar de uitnodiging om echt te starten met het formuleren van een passende projectambitie. Als onderdeel van je projectstartup, zo vroeg mogelijk in je project. Op het moment dat we eerst een regulier project gaan specificeren. En vervolgens een circulaire ambitie opplotten. Wordt het per definitie complexer en heel vaak ook duurt het langer en wordt het duurder. Op het moment dat je die circulaire ambitie echt volledig aan de voorkant meeneemt, dan neem je die mee in alle keuzes die jij maakt. En is onze ervaring dat het toepassen van meer circulaire principes prima past binnen tijd en binnen budget. Omdat vanaf de voorkant die zaken zijn meegenomen in de afweging. Valideer die ambitie ook in de marktconsultatie. Vervolgens in het stellen van je eisen voorkom dat je potentieel wel geschikte partijen uitsluit door het stellen van te hoge selectie-eisen. Daar partijen vervolgens ook wel uit met bepaalde eisen en criteria om stappen te zetten. En zet vooral ook dialoogrondes in binnen je aanbesteding om te komen tot beter onderling begrip. Dat onderlinge begrip geldt wat ons betreft twee kanten op. Dus zowel van de opdrachtgever begrip voor wat de mogelijkheden van marktpartijen zijn, maar ook zeker vanuit marktpartijen begrip voor wat de echte behoefte van de opdrachtgever is, zodat de oplossing er zo goed mogelijk bij past. En nagunning, zorg dat je tijd besteedt aan de samenwerkingsdynamiek tussen partijen. Niet alleen formeel opdrachtgever, opdrachtnemer, maar vaak ook zeker met tussen de opdrachtnemer en de onderaannemers of de mede-opdrachtnemers. En de hele dynamiek die daar omheen speelt. Stuur ook op circulariteit in je contractmanagement. Naast de vele andere dingen waar je op stuurt, maar zorg dat je dat integraal meeneemt. En evalueer ook tot welk resultaat die ambitie heeft geleid. En dus terug naar je organisatie, hoe dat bijdraagt aan je doelstellingen die uiteindelijk ook wil monitoren.
Klopt, die functionele specificatie met eigenlijk als kernboodschap specificeer zo functioneel mogelijk om de ontwerpvrijheid te vergroten en specificeer alleen technisch wanneer dat echt nodig is. En er zijn uiteindelijk vaak een aantal prima redenen om technisch te specificeren. Op het moment dat jij echt expert bent op hetgeen wat jij inkoopt, meer dan marktpartijen, is het heel logisch om bepaalde dingen wel technisch voor te schrijven. Voorbeeld, waterschap, op het moment dat die een waterzuiveringsinstallatie gaan neerzetten, of een gemaal, dan is dat waterschap best heeft veel expertise op hoe zo'n gemaal zou moeten werken. En wil je daar wellicht ook bepaalde dingen in standaardiseren, in vorm van bijvoorbeeld die onderhoud. In elk geval prima om een aantal dingen technisch voor te schrijven. Maar als het gaat om bijvoorbeeld het aanleggen van of het vervangen van een weg en je bent een relatief kleine gemeente, dan is de kans vrij groot dat een marktpartij veel meer weet over hoe je die weg op een goede en circulaire manier neer kan zetten dan de opdrachtgever. Dus in dat geval zou je juist weer meer functionele specificatie willen. Dus heb het daar met elkaar goed over en zoek naar het juiste detailniveau. Doe dat op het juiste niveau in de juiste fases. Gebruik dat bij zowel aspecteisen als projecteisen. Specificeer die eisen op de drie doelen van circulair bouwen. Dus minder milieu-impact, minder materiaalgebruik en behouden van bestaande waarden. Kijk ook of je kan specificeren over de levenscyclus heen, zodat je daarmee toekomstig hergebruik mogelijk maakt. En als het gaat om het verder uitwerken van die specificaties, zorg dat je richtlijnen bewust en effectief inzet en geen richtlijnen inzet als die niet nodig zijn, omdat die ook belemmerend kunnen werken. En laat erbij ook ruimte voor alternatieve verificatiemethoden, als bijvoorbeeld een nieuwe innovatieve oplossing niet past binnen de verificatiemethoden die op dit moment binnen de sector gebruikelijk zijn. Daarmee creëer je ruimte voor innovaties en heb je kans dat je hele mooie resultaten neerzet die je eigenlijk niet per se van tevoren had verwacht als opdrachtgever. Dat heeft geleid tot een leidraad van een kantje of 60. Daarvoor kunnen we allemaal zeggen, dat is veel te lang, gaan we niet bekijken. Dat is een argument. Anderzijds is dit wel het product van bijna een jaar werk met meer dan 80 mensen, waarbij je wel probeert om met elkaar tot zo eenduidig, heldere mogelijke afspraken te komen, hoe we met elkaar gaan werken. En dat leidt ook tot een bepaald detailniveau in de uitwerking. En zelf ben ik echt wel trots op wat hier ligt en wat we met elkaar hebben neergezet. En ik hoop dat dit heel erg gaat helpen om met elkaar in ieder geval dezelfde taal te gaan spreken. Maar zeker ook om die leidende principes die hierin staan als spiegel te gebruiken voor, hoe pakken wij onze eigen projecten nu aan? En onze eigen organisatie, hoe richten we die eigenlijk in? En wat wij daar zien is dat er best een hoop partijen al een aantal van die leidende principes oppakken. En dat is hartstikke goed. Maar dat er ook wel heel vaak nog potentie ligt voor verbetering. Nou, wat ik net zei, meer dan 80 deelnemers in de totstandkoming. We hebben dat met drie werkgroepen gedaan. Met drie werkgroeptrekkers. Sarah Rademaker vanuit Circular Support. Chantal Schrijver vanuit Ingenieursbureau Touw. En Wouter Roemaat vanuit Alba Concepts. Met een hele goede support vanuit NEN en ik dus als onafhankelijk voorzitter. En met dit team hebben we deze leidraad opgesteld het afgelopen jaar. Het overzichtje van de partijen, ik ga ze niet allemaal noemen, maar je ziet grote diversiteit van opdrachtgevers, adviseurs, opdrachtnemers die hier aan bijgedragen hebben. En wij hopen dat we hiermee een bijdrage hebben kunnen leveren aan het uitstippelen van de route naar meer circulaire afspraken in de bouw door de leidende principes voor circulair inkopen. Tot zover mijn bijdrage. Dankjewel, Sybren. Een compleet en helder verhaal over deze leidende principes. Ik neem je even mee in twee vragen in ieder geval. Eén vraag is daarbij de doelstelling van circulair inkopen. Komt deze uit het grondstofakkoord of is deze zelf geformuleerd? Er zijn heel veel verschillende definities. Er zijn heel weinig doelstellingen en intenties. Waar het uiteindelijk om gaat, wat ons betreft, is een bijdrage aan die drie doelen van circulair bouwen. Waar we inkopen een middel is om dat te bereiken. En die komt niet letterlijk uit het grondstofakkoord, want ik meen dat daar niet heel veel in staat over inkoop, maar vooral over de ambitie om minder materiaal te gebruiken. Ja, en uiteindelijk in het principe dat ingaat ook over functioneel specificeren, geef je eigenlijk wel aan, er is wel een ontwerpvrijheid gewenst vanuit de leveranciers of markt. Dat komt eigenlijk overeen met de opmerkingen van Arjan van den Hoge ook. De beginsel van een inkooptraject volgens de laatste bekende en bewezen stand van de techniek. Daar reageert André Dreugel op van DCB-advies. Hoe word je daar anders
nou ja, misschien toch ingehinderd, kijkend naar het internationale speelveld. Ik weet niet of deze ervaring of leerervaring is meegenomen, Sybren, in het opstellen van deze principes. Dat is een hele goede vraag. Ik heb zelf een blinde vlek voor dit soort dingen in het buitenland. Dat is niet sterk, dat is wel waar. Dus ik ben daar niet goed mee bekend. We hebben daar in het actieteam wel naar gevraagd, maar er waren heel weinig mensen die daarmee bekend waren die in ons team zaten. Dus daar hebben we niet zoveel mee gedaan. Ik vind dat zevende principe nog wel interessant. Volgens de laatst bekende en bewezen stand van de techniek. Op het moment dat je altijd alles op basis van de laatst bekende en bewezen stand doet, dan wordt innovatie echt heel ingewikkeld. Omdat het impliceert dat je eigenlijk altijd pas iets kunt toepassen als het al ergens anders is toegepast. Dus die is naar mijn idee juist strijdig met het creëren van mogelijkheden voor innovatie. Dus dat vind ik wel een boeiende, ondanks dat ik natuurlijk wel snap wat ermee bedoeld wordt. Namelijk, baseer je niet op de techniek van 10 jaar geleden, maar op de techniek van gisteren. Dankjewel voor deze aanvullingen, Sybren. Wil ik hem even deze discussie afsluiten met de laatste vraag van Jan Jansen uit de gemeente Tilburg. Het valt me op dat er niemand in het projectteam zat vanuit de leveranciers- of de producentenkant. Misschien is uiteindelijk het totale lijstje op het einde, zat hij er wel tussen? Kun je daar nog iets aan toevoegen, Sybren? Goeie vraag. In zoverre is platform 7.7 een openbaar platform. Iedereen die daarover mee kan en wil denken, die kan daar aan inschrijven. Wij zijn niet heel bewust niet actief gaan vragen aan mensen, wil je erin komen, omdat dat niet de intentie van het platform is. Het klopt dat er heel weinig leveranciers en producenten bij zaten. Er zaten wel een hoop aannemers bij. En vanuit die aannemers zaten er ook echt wel mensen die in de inkoopprocessen van die aannemers zaten, die daar zelf veel contact mee hebben. En wat we wel hebben geprobeerd, ook voor hen, en dat geven zij ook aan, dat deze principes ook hen wel helpen om binnen hun eigen inkoopproces met hun leveranciers hierover in gesprek te gaan. Dankjewel. Het motto uiteindelijk ook van deze leidraad is: ga ermee aan de slag. En ervaar het in je eigen werkprocessen. Ja, en vooral, weet je, iedereen heeft eigen inkoopbeleid en eigen manieren van werken. En die zijn vaak helemaal prima en logisch op basis van de ervaringen uit het verleden en de afspraken die gemaakt zijn. Maar die zijn niet noodzakelijk meer geschikt voor de grote duurzaamheidsuitdaging waar we in de toekomst voor staan. En die zijn, nou ja, we weten het allemaal, we zien het nu gebeuren in Canada, wat de effecten van klimaatverandering zijn. Die komen echt op ons af en die gaan ongelooflijk hard, die komen ongelooflijk snel. Dus we zullen echt anders moeten. En ik denk dat deze leidraad een hele mooie spiegel kan zijn om je eigen organisatiebeleid kritisch tegen het licht te houden en jezelf af te vragen: dragen wij in het doen en neerzetten van onze projecten nu voldoende bij aan het realiseren van die grote duurzaamheidsopgave? En ik denk met deze spiegel zou dat echt wel kunnen helpen om die bijdrage te vergroten. En mocht je daar een idee of ervaring over hebben, laat het vooral weten. Mooie afsluiter. Reinier, voor jou ook even de uitdaging om jouw onderdeel ook nog in een half uur te gaan doen. Maar ik denk zeker interessant, ook gezien het speelveld van onze deelnemers van vanochtend, iets dieper ingaan op de implementatie van de leidraad meten van circulariteit aan de hand van enkele casen. Zou je de presentatie willen overnemen? Jazeker, de presentatie is nu gedeeld. Dankjewel, Willem. Ik introduceerde mij net kort al even. Reinier de Nooy van Optimal Planet. Sinds 2018 lid van het actieteam Meten. En ik zal jullie vandaag bijpraten over de stand van zaken. Ook naar aanleiding van de implementatietrajecten die het afgelopen jaar hebben gelopen. Ik doe dit eigenlijk als plaatsvervanger van Martijn van Leeuwen. Die is de voorzitter geweest, of die is de voorzitter van het actieteam. En die heeft mij denk ik ook gevraagd, juist omdat ik er al een tijd bij zit en er ook veel mee bezig ben. Nou, dus even nog kort. Moment hoor. Zo. Dus zo'n actieteam, hè, dat, net als het actieteam van Sybren, waar ik trouwens ook het afgelopen jaar in heb gezeten, dat doen een heleboel partijen aan mee. Hier waren wel ook een heel stel leveranciers bij betrokken. Grote opdrachtgevers, kleine adviesbureaus, grote adviesbureaus, kennisinstellingen en dus ook een partij als Optimal Planet daar onder de O. Wat ga ik doen? Ik ga laten zien hoe we dit hebben toegepast, de meetmethode. Ik ga eerst de meetmethode kort toelichten en dan het pilotproject bespreken. Een GWW pilotproject. Ik was betrokken afgelopen maanden bij de implementatie, zoals gezegd.
En een van de projecten was een circulair viaduct van Max Beugel. Daarnaast hebben we de Radboud Universiteit begeleid bij het doorrekenen van een nieuwe faculteitsgebouw. Beide zeer interessante processen, maar ik zal nu vooral ingaan op de GWW-casus. Hoe ik het heb opgebouwd is eerst even kort wat over de leidraad en de meetmethode, dan wat mogelijkheden voor vragen. Om eerst even daar dingen over op te helderen. Dan kijken naar het pilotproject, van hoe werkt die meetmethode nou? En dan naar aanleiding daarvan ook nog vragen als er discussiepunten zijn. Dus bij de eerste vragen ronden meer ophelderende vragen, denk ik. Om te kijken van, om ook het pilotproject goed te kunnen snappen. En de toepassing ervan. En meer discussiepunten ook op het eind. En vervolgens, ik wil sowieso afsluiten met leerpunten en hoe gaat het nu verder? Nou, die leidraad, die is dus in 2018 zijn we begonnen. In 2019 hadden we de 1.0 versie, vorig jaar de 2.0 versie. En daar heb ik het nu vooral over. Die is niet bedoeld als een eerste kennismaking met circulariteit, maar bedoeld voor een publiek wat al wel het een en ander weet daarover. En er ook mee aan de slag wil. Nou, hebben we dus het, zoals gezegd, de afgelopen jaar toegepast in pilotprojecten. En de leerpunten daaruit, die vormen ook weer de input voor het ontwikkelen van de 3.0 versie. En dat gaat vanaf dit najaar lopen. Nou, wat staat daar dan in, hè? In die 2.0 versie, want daar baseer ik me nu op. Dat is een kernmethode voor het meten van circulariteit in de bouw. Met de kernmethode bedoelen we dat er een vaste set van zaken is die iedereen op dezelfde manier zou moeten meten. En als dan partijen zeggen, ja, maar wij willen ook dit of dit of dit meenemen, prima. Maar dat er in de kernmethode is die we allemaal op dezelfde manier doen. Zodat die kern in elk geval vergelijkbaar wordt. Tussen projecten, tussen organisaties, zodat je kunt gaan benchmarken, monitoren, al die zaken. En dat er dus ook bij aanbestedingen in de markt een objectiviteit is, een vaste kernmethode. Nou, die meet dan natuurlijk de mate van circulariteit, hè, bijvoorbeeld van een werk. Het kan ook van een gebouw zijn of van een onderdeel van een gebouw. En dat wordt gemeten op basis van de drie doelen die Sybren net al even noemde. En bij meten is het altijd belangrijk dat je eerst gaat weten waarom je wilt meten. En van daaruit wat je wilt meten en dan hoe je het wilt meten. En als je daar met z'n allen helemaal over eens bent, dan gaat die stelling meten is weten ook op. Dus tot die tijd nog niet. Hè. Dat is eigenlijk ook een beetje waar we ten aanzien van circulariteit nu nog in zitten. Daar willen we uit, we willen dat meten weten wordt. En daarvoor moeten we eerst weten wat we willen meten. Nou, daarvoor hebben we nagedacht in 2018 van waarom willen we eigenlijk een circulaire bouwsector. Hè? Dus dat is ook de input van wat je dan wil gaan meten. Nou, we willen dat materialen die we nodig hebben niet opraken. We willen dat de aarde leefbaar blijft. En liefst niet alleen voor mensen. En we willen graag dat we ophouden met het systematisch vernietigen van waarde. Want dat is wat we doen in een circulaire economie. We voegen heel veel waarde toe aan grondstoffen. Er komt iets prachtigs uit. In een no-time verliest het weer zijn waarde. In de consumentenartikelen gaat dat heel snel. En bij projecten en bouwwerken duurt dat wat langer. Maar hoe dan ook, we willen zoveel mogelijk bestaande waarde behouden. Verder is er iets nog toegevoegd in de 2.0 versie ten opzichte van de 1.0 versie. En dat is de notie van sociale rechtvaardigheid. Bij inkopers ook wel bekend als de internationale sociale voorwaarden. Dus het wordt niet gezien als een doel van circulair bouwen, maar wel iets om terdege rekening mee te houden. Dus als je circulair gaat bouwen, vergeet dan niet dat er een hele productieketen aan de grondslag ligt, aan al die producten. En dat daar, zeker verder weg in de wereld, best wel eens sociale misstanden voor kunnen komen. En dat je die wilt proberen te vermijden of te veranderen. Dus we gaan dat niet meten in de methode, maar het is wel iets om mee te nemen. Ja, dus zeker bij natuursteen in de GWW is dat toch wel een issue. Dus bij dijken gebruik je niet zo snel natuursteen, maar als je een dorpshart gaat herinrichten wel. En nou, hou daar dan rekening mee. Dus dat staat ook expliciet genoemd in de meetmethode. Nou, ik heb het nu vooral over dus die drie doelen. Dus je gaat kijken op vier niveaus. Wat voor materialen zijn dat?
wat voor milieu-impact heeft dat? Hè? Dat is de klassieke LCA die we al een hele tijd kennen. En we hebben nagedacht over een waardemodel. Ik zal vooral richten nu op die eerste, material flow analysis. Dus waarde stroomt een project in, blijft daar een tijdje, stroomt hij weer uit. En wat kun je dan met wat daar weer uitkomt? En wat gaat verloren? We hebben ook nagedacht, met name voor gebouwen, over hoe kun je nou adaptiviteit meten. Dat ging ons niet lukken, dat was te ingewikkeld. Maar we hebben wel nagedacht over hoe kun je nou van een gebouw toch zo goed mogelijk vertellen hoe adaptief het is. Wat vertel je dan waarover? Ik zal daar nu verder niks over vertellen, want het gaat vooral over gebouwen. En dit is toch meer een GWW-publiek. LCA zal ik het ook niet over hebben, want dat is al veel bekender. Ik zal me vooral richten op A en een heel klein beetje vertellen over C. Nou, hoe zit dan die meetmethode in elkaar? Het is eigenlijk dus gewoon een manier om gestructureerd data te verzamelen en die vervolgens op drie manieren te behandelen. Daar komen drie resultaten uit. We hebben dus voor het materiale deel een materiaalstroomanalyse model uitgewerkt in de leidraad. Die staat ook behoorlijk goed nu. Milieu is natuurlijk de LCA, hè, de bepalingsmethode van de Stichting Bouwkwaliteit. En waarde is een model over technisch, functionele en economische waarde. We hebben een eerste versie van. Dus meer aan de linkerkant van de figuur. Je ziet dus je verzamelt alle gegevens die je nodig hebt. Het gaat de methode in en er komen dus drie soorten resultaten uit. Wat er nog niet is, en daarom is het ook grijs, dat is een éénpuntscore. Dus bijvoorbeeld bij LCA worden al die 19 of 11 indicatoren worden samengevoegd in één waarde. Bijvoorbeeld een MKI-score of een MPG-score bij gebouwen. Zo'n bewerking hebben we hier nog niet, want dan moet je namelijk zaken onderling gaan wegen. En daar zijn we nog niet over uit, maar dat willen we wel gaan doen. Nou, die materiaalstroomanalyse, wat voor soort materialen gaat het dan over? Dus er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire materialen, dat is gewoon wel bekend. Bij primaire kijken we, is het hernieuwbaar of is het niet hernieuwbaar? Dus als het hernieuwbaar is, nou, dan is het al een stuk circulairder dan als het niet hernieuwbaar is. Maar je moet dan wel rekening houden met, is dit hernieuwbaar biobased materiaal wat duurzaam geproduceerd is? Dus in een productieeenheid waar geen roofbouw plaatsvindt. En waar als er nu bos is waar je hout uithaalt, dat daar over 100 jaar nog steeds bos is waar je hout uit kunt halen. Helaas wordt ook heel veel hout op een niet duurzame manier gewonnen. Dus dan is er na afloop een wasteland over. De vruchtbare aarde spoelt weg. En het gaat al een paar duizend jaar duren voordat daar weer een bos komt, if ever. En ook palmolie is wel geen bouwmateriaal, maar wel hernieuwbaar. En is een berucht, vaak niet duurzaam geproduceerd hernieuwbaar materiaal. Nou, heel veel materialen die we gebruiken zijn nu natuurlijk nog niet hernieuwbaar. En dat is geen probleem als we dat maar zoveel mogelijk in een cyclus gaan brengen. En daar is die tweede notie voor, secundair, waarbij we onderscheid maken tussen hergebruik. En daarmee bedoelen we dat een product of een component als product of component wordt hergebruikt. Dus bij modulaire viaducten bijvoorbeeld, zoals ik straks ga vertellen, daar kun je al die componenten weer als die component hergebruiken. Terwijl recycling, dan is er eerst allerlei bewerking nodig en vaak vindt daar ook eerst veel kwaliteitsverlies plaats. Soms kan dat weer worden opgebouwd, hè, als we echt circulair beton van New Horizon, waarbij dus van beton weer beton wordt gemaakt. Maar heel vaak is het downcycling, dus waarbij van beton eigenlijk een grindvervanger wordt gemaakt. Dus er zitten hoogwaardigheidsniveauverschillen in. Daar houden we nog geen rekening mee nu in de kwantificering. Maar dat willen we wel gaan doen. En daarom hebben we het er ook hier al ingebracht. Nou, hoe werkt zo'n MFA dan? Hè? Dus een materiaalstroomanalyse. Daar is de Ellen MacArthur Foundation al een tijd mee bezig geweest. Die hebben daar een MCI, de Material Circularity Index, voor ontwikkeld. Dat model is eigenlijk gehanteerd om door te ontwikkelen in dit kader. Dus je ziet aan de linkerkant, er stroomt dus nieuw materiaal in. Hè, dus primair materiaal. Dat wordt in een productieproces wordt er iets van gemaakt en vervolgens gebruikt in een project, in een werk. Dan zie je aan de bovenkant dat daar recycling staat. Dus je wil eigenlijk graag dat bij de productie zoveel mogelijk gerecyclede materialen worden gebruikt.
Maar je kunt ook vanuit bestaand gebruik aan de onderkant van de figuur zien dat daar onderdelen kunnen worden gerepareerd of opgeknapt en weer worden ingebracht in een nieuwe productie of in een nieuw werk. Nou, al die zwarte pijlen, dat is afval. Nou, dat wordt dus niet hergebruikt. Dat gaat dus dat gaat verloren, noemen we dat. Dus dat wordt gestort of verbrand. Dus dat gaat eigenlijk het systeem van bruikbare materialen uit. Dus dat gaat verloren. Nou, dan is het zo dat je al deze pijltjes, daar kun je getallen bij zetten. Je kunt meten hoeveel dat is. Vaak gaat dat dan in termen van, nou, het is zoveel kilogram, dit is het percentage recycled content. Nou, dus dan kun je daar kwantificeringen op loslaten. En dat weegt dan dus allemaal mee in de score van hoe circulair iets is. Nou, heel kort iets over de indicatoren voor waardebehoud. Dus daar is nog geen rekenmethode voor. Daar kwamen we gewoon niet uit. Dat is nog te ingewikkeld. Dat willen we wel gaan doen in het komende jaar. Een beetje hetzelfde principe. Er stroomt wat in. Hè? Een materiaalstroomanalyse. Wat is de input? Nou, dat heeft een initiële waarde. Zowel technisch, functioneel als economisch. Dat kan heel erg uit de pas lopen met elkaar, helaas. Dan is er een... Nagebruik, dus in een volgende levenscyclus, kan er weer een bepaalde hoeveelheid daarvan opnieuw worden gebruikt. Liever gezegd van waarde zijn. Dat heeft dus ook weer een technisch, functionele en economische waarde. En er zal vaak ook iets verloren gaan. En de kunst is dus om die hoeveelheid verloren waarde zoveel mogelijk te gaan beperken. Nou, hoe we dat precies moeten gaan meten, daar zijn we dus nog niet uit. Maar het zal wel op deze basis gebeuren. Nou, dan een aantal vragen die vaak worden gesteld. Is deze leidraad nou het definitieve antwoord op wat wel en niet circulair is? Nou, antwoord is nee. Er wordt gemeten wat is de impact op materiaal, milieu en waarde. Er wordt niet gezegd, het is vanaf 23,6% is het wel circulair en daaronder niet. Dus zo werkt het niet. Het is een score tussen 0 en 100. Er wordt ook niet gezegd van recycling is beter dan hoogwaardig hergebruik. Per se, daar willen we nog wel iets mee gaan doen. We gaan ook niet zeggen dat voorkomen beter is dan genezen. Het maakt ons niet uit hoe je komt tot die score. Er wordt een score berekend. In elk geval, dat is waar het nu staat. Hè. De vraag is even, hoe gaan we hier nu mee verder? Komt er dan ook een rekeninstrument? Hè? Zijn er natuurlijk diverse, allerlei LCA-tools. Er is iets als een BCI-gebouw. Diverse instrumenten, maar nee, dit is gewoon puur een methode. En de bedoeling is dat die methode wordt geïmplementeerd in een instrument. En er zijn diverse instrumenthouders. Ik heb zelf ook een instrument waar dit in verwerkt is, al deels. Dus dat is eigenlijk de uitnodiging aan instrumenthouders van maak een nieuw instrument of implementeer het in je bestaande instrument en doe in elk geval die kernmethode, doe dat allemaal op dezelfde manier. Nou, dan dus die 1-punt score. Ja, er komen dus nu 3 losse scores uit. Ja, en wat is dan beter? Wat dat betreft is die leidraad voor inkoop wel handig, want er wordt in elk geval gezegd als je op 2 van die 3 aandacht besteedt, nou, dan noemen we het al circulair. En dat is ook al een manier om daar een beetje grip op te krijgen. Maar het liefst zou je dus een 1-punt score willen hebben, die dus die 3 dimensies van circulariteit samenpakt. Nou, daar gaan we aan werken. Dan ga ik zo over op de casus, maar dan wil ik nu even kijken of er vragen zijn van mensen die zeggen van, nou, als ik dit niet weet, dan ik snap nu echt iets niet. En anders dan kan ik niet goed verder luisteren. En hier, er is 1 vraag gesteld, maar die is inmiddels ook door 1 van de deelnemers waarschijnlijk gedeeltelijk beantwoord. Ik zou willen voorstellen om de laatste 10 minuten toch wat dieper in te gaan op een van de projectcasussen. Als Stefan nog de vraag heeft, op het einde even blijven hangen om daarover verder te praten. Ja, nou. Is dat goed? Prima, dan gaan we snel verder inderdaad om toch... zoveel mogelijk voor 11 uur klaar te zijn.
Nou, we zijn het afgelopen jaar dus die 2.0-versie gaan toepassen, gewoon om te leren. Dus we hebben dat viaduct van Max Peugel, noemde de Radboud Universiteit al. Rijkswaterstaat heeft een casus ingebracht en er waren er dus nog een heel stel andere. Dat heeft heel veel leerpunten opgeleverd. Maar voordat ik daar, ik wil eerst gewoon even heel concreet maken van hoe werkt nou dus met name dat materialendeel. Dat is toch wel een beetje de kern weer van de kernmethode. Milieu impact on die is al wel langer, waarde is er nog helemaal niet, of is er nog niet helemaal, moet ik zeggen. Dus ik focus even op de materiaalstroomanalyse. Nou, de casus die ik begeleid heb, is dus van Max Beugel, modulair viaduct, waarbij is gezegd van we gaan het landhoofd zoveel mogelijk opbouwen uit een soort Lego-blokken die we kunnen stapelen. Daar is geen wapening nodig. Maar het is eigenlijk opgebouwd uit gewapende grond, wat ze Granova noemen. Nou, ik ken de technische details niet exact, maar dat is geotextiel en je kunt dat stapelen in lagen. Je kunt dat dus ook na gebruik weer afstapelen en elders opbouwen. En dan het viaduct zelf, hè, dus de overspanning, die bestaat uit stalen likkers, waar geen lak op zit, want het is van korte staal gemaakt, dus dat verweert en dan komt er zo'n roestlaag op, waarna het... het verder onderhoudsvrij is in elk geval het idee. En de dekplaten van het beton, die liggen er eigenlijk los op. Die zijn heel nauwkeurig geslepen, tot op een tiende millimeter nauwkeurig, waardoor er geen naad is, waardoor ze echt waterdicht zijn. Er is een bepaalde techniek voor, waar Max Peugel ook in heeft geïnvesteerd. En die worden vervolgens tegen elkaar aangespannen met een staalkabel. Dus het is eigenlijk een wonderlijk eenvoudige viaduct. Dat was ook vrij makkelijk door te rekenen. Een heel stuk makkelijker dan het faculteitsgebouw, kan ik u vertellen. En dat vind ik dus ook heel elegant aan dit soort circulaire oplossingen. Hoe eenvoudiger, hoe beter. Nou, dus dit was de casus. Dat stop je dan in een rekenblad van wat het Nibe ook zeer vriendelijk heeft gemaakt en ter beschikking gesteld voor CB23. En ik zal hier zo nog, ik zal zo in details treden, maar ik kan alvast verklappen dat daar een score van 83% uitkwam. En dat is erg hoog. Dus nou, het was dus, dit zijn ook meteen alle materialen die erin gingen. Dus jullie zien dat het helemaal niet zo, dat er niet veel verschillende materialen, en dat is prettig. Hoe ziet het dan? Ik ga daar zo op in, maar ik wil toch eerst kort toelichten hoe zo'n MCI werkt. Dus in een lineair systeem is alles wat je erin stopt is nieuw en alles wordt afval. Nou, dat hebben we ook niet meer helemaal. Hè? Dus de wereld schijnt zo'n 9% circulair te zijn. Dus meer dan 90% is nog wel zo, helaas. Maar die berekening is dus, je gaat uit van 100%. En als zowel nieuw als afval, als dat 100% is, dan krijg je 200% gedeeld door 2. Dat is 100. En dan hou je dus 0% over. Als nou een systeem helemaal circulair is, dan is dus nieuw is 0. Afval is 0. Dus dan krijg je 100 min 0. Is 100%. En dan ben je 100% circulair. Als je nou een situatie hebt waarbij je zegt van nou, we gaan het afval, alles is nog wel nieuw, maar we zorgen ervoor dat daarna alles in de kringloop blijft. Dus dan heb je geen afval meer en dan ben je 50% circulair. Dus je gaat aan de input en de output kant, kun je dus omhoog of omlaag met je scores. En dit is dus even het voorbeeldje waarop je op 50% uitkomt. Nou, het is dus in werkelijkheid veel, veel ingewikkelder, maar even, dit is de essentie. Dus als we dan kijken naar deze casus en je kijkt naar die inputkant, dus dan heb ik er gewoon een stukje uitgehaald, dan zie je hier vier typen materiaal met hun gewicht. Dus het model geeft dan aan van wat is het aandeel van het gewicht. Nou, dit is relatief klein aandeel. Het grootste aandeel zat in dat landhoofd. Maar even als voorbeeld, je ziet dat het cement, dat UBB, dat was 0% gerecycled, 100% primair. Het wapeningstaal was daarentegen wel voor een heel groot deel gerecycled. Dus dat is aan de inputkant. Dat weet het rekenmodel dan. En aan de outputkant, dan zie je van wat kun je er nog mee na einde levensduur. Nou, dit was modulair gebouwd, dus je kon eigenlijk alles, bijna alles... hoogwaardig hergebruiken. Dus het staat in de kolom her 2. Ja, dus her van hergebruik 2 van het is de tweede stap in de berekening, namelijk de outputkant.
dat voorspanningstaal daarvan hebben gezegd van nou, dat kun je niet zomaar hergebruiken. Dat zetten we bij recycling. Nou, dan wordt er ook nog gekeken naar levensduur. Dat zie je meer aan meer rechtsonder. Dus er wordt gezegd een gemiddelde levensduur van een viaduct is 80 jaar. Maar dit gaat van 200 jaar mee. Dus je bent eigenlijk, daar word je ook voor beloond. Dus als de levensduur omhoog gaat, gaat jouw circulariteitsscore ook omhoog. Dus dat zijn de belangrijkste componenten. Wat gaat erin? Hoeveel is nieuw en hoeveel is niet nieuw? Is hergebruikt en wat komt eruit? Hoeveel moet worden gestort of verbrand en hoeveel kan worden hergebruikt? En dan is nog de levensduur, eigenlijk die componenten. Nou, daar kwam dus voor Max Beugel een hoge score uit. En er kwamen ook allerlei leerpunten uit al die pilot-trajecten. Het was een hele lange lijst. Ik heb even de voor mij belangrijkste uitgepakt. Die ook echt betrekking hebben op hoe bereken je dingen nou. Wat neem je nou wel en niet mee? Dus nou, bijvoorbeeld hout, hè, veel lichter dan beton en staal. Alles draait om massa. Dus je krijgt sowieso, dat is dat andere massapunt, dat als je opties hebt waar je veel minder materiaal nodig hebt, en ook veel minder massa dus, dan komt dat er in je circulariteitsscore niet uit. Wel in je MKI. Ja, dus het is mooi dat we die ook hebben. Maar ook puur voor je MCI. De zaken die het zwaarst wegen, die gaan dus ook altijd het zwaarste doorwegen in je score. Dus je kunt misschien ook soms denken van, nou, ik neem al dat zand maar even niet mee. Want ja, dat zegt niet zo heel veel over circulariteit nog. Terwijl het is veel interessanter over hoe we met beton en staal en plastic omgaan bijvoorbeeld. Nou, hout, hè, dus veel lichter. Misschien dat je toch naar volume moet gaan. Dus dat is een discussiepunt. Zaken als luchtkwaliteit en biodiversiteit, die zitten wel in je MKI. Alleen, die zitten soms wel een beetje verstopt. Met name biodiversiteit, daar moet je toch wel een beetje naar zoeken. Luchtkwaliteit is eigenlijk zeker ja, in de bouw toch wel een vrij belangrijk thema. Hè? Nederland heeft een hele slechte luchtkwaliteit. Dat komt er nu ja, niet zo heel goed uit nog. Dan die schaal voor de mate van waardebehoud. Hè? Dus we hebben al twee dimensies daarvan gezien. Technisch, functioneel en economisch. Maar hoe gaan we dit nou inschalen en meten? Dat weten we dus nog niet. Dan hoog en versus laagwaardig hergebruik. Moet je niet het feit dat zo'n modulair viaduct. Kijk, of je dat modulaire viaduct nou modulair afbreekt en als producten hoogwaardig hergebruikt of recycelt. Hè, allemaal eerst omsmelt en door de grinder haalt en recycelt. Dat maakt nu in de MCI niet uit. En dat voelen we allemaal wel aan. In verreweg de meeste gevallen is dat niet terecht. Klopt dat niet. Dat heeft ook weer met waardebehoud te maken. Nou goed, daarom kwamen we er ook nog niet zo goed uit. Dat gaan we hopelijk komend jaar doen. Dan losmaakbaarheid. Heeft ook weer heeft heel veel hiermee te maken. Hè? Dus hoe losmaakbaarder, hoe makkelijker hoogwaardig herbruikbaar, hoe meer waardebehoud. Hoe gaan we dat nou meenemen? En last but not least, voor de bruikbaarheid in de praktijk voor jullie. Hoe komen we nou tot een 1-punt score? Goed, dan hoe gaan we nu verder? Aanpakken van de issues, niet alleen deze, maar nog een aantal andere. Hopelijk zijn we dan volgend jaar rond deze tijd zover dat we hem kunnen overdragen aan de NEN, zodat het een officiële norm kan worden voor meten. De NEN is ook vanaf het begin af aan betrokken. Het is altijd het idee geweest van we gaan hier eerst werkafspraken maken en vervolgens wordt het een norm. En dan weten we allemaal waar we ons aan moeten houden en dan kun je er ook als inkoper checken, is het volgens de norm gebeurd? Oké, dan zit het goed met de CARE-methode. Mooi. Nou, het idee is ook dat de zaken die we willen weten, die we extra willen weten vanwege materiaalstroomanalyse, worden ingebracht in de bepalingsmethode. En ook dat het is al internationaal ingebracht bij ISO en het Europese Norminstituut. Nou, dank voor de aandacht. We gaan zo naar de vragen. Dus als er vragen zijn die jullie via de mail willen stellen, dan kan dat natuurlijk ook. Het was mij in elk geval een genoegen om dit aan jullie te laten zien. En ik ben heel benieuwd naar de vragen. Dank Reinier voor deze toelichting op de leidraad. En ook
ja, hoe die is toegepast in een projectcasus. En dank dat het lukte om het voor 11 uur ook af te ronden. Er is een interessant gesprek ontstaan over de focus op de 1-puntscore. Hij is gedeeltelijk ook al toegelicht en beantwoord door Klaartje Forstman. Okay. Dat wel degelijk ook de scores op de verschillende aspecten juist heel veel inzicht bieden. En het waarschijnlijk een en-en verhaal gaat worden. Kan jij dat bevestigen of inderdaad ook beamen? Ja, in elk geval vanuit mijn rol als adviseur, dat je altijd heel veel waarde en inzicht verliest op het moment dat je zaken gaat aggregeren. Ja. Dat is bij de MKI ook zo. Dus inderdaad, je zult toch moeten weten van hoe is deze. Als twee scores allebei 50% zijn, dan kan het zijn dat je met die 51% het milieu heel veel schade toebrengt en met de ander niet. Dus je zult dat wel in de gaten moeten houden. En hier, ik ga heel even deze sessie voor vandaag afronden. Okay. Dat doe ik even ook middels het afsluiten van een algemene slide. En ik wil jullie alle zeer hartelijk bedanken voor de aanwezigheid. We hebben gezien bij het begin dat we toch een nieuwe doelgroep weer hebben aangeboord, waarvan zo'n 90% niet aanwezig was op het jaar-event, die we vandaag wel bereikt hebben met informatie over deze leidraden. Dat is zeer waardevol. Ik hoop dat we hierin ook in de toekomst verder gezamenlijk kunnen optrekken. Zoals we zeiden, de transitie doen we niet alleen. Ik wil je nog even wijzen op het evaluatieformulier in de chat. Hoe vond je deze sessie verlopen en waar heb je nog verder behoefte aan? En aangegeven werd, we gaan ook niet actief leden oproepen voor de actieteams. Maar zodra je ook naar de platform CB23 website zal gaan om de leidraden te downloaden en informatie verder op te zoeken over de actieteams die nu weer van start gaan, zul je wel zien dat bij het actieteam meten van circulariteit je wel degelijk kan aanmelden. Vond je het interessant en heb je nog vragen of heb je expertise en inbreng, neem dat daarin mee. En voor verdere behoefte aan kennisdeling en samenwerking, weet ook mij te vinden en ik verbind jullie ook verder door aan bijvoorbeeld platform CB23 of richt je direct aan Reinier of via mij. Dank allen. Dank Sybren. Voor de heldere toelichting en nogmaals voor de afsluiter, waar doen we het voor en hoe ga je in je werkproces ook daarin veranderen? En Reinier, dank voor deze heldere casus en de toelichting van toch een wat meer uniformiteit in deze, als methodiek voor verschillende meetinstrumenten om toe te passen. Rutger, mocht de vraag nog niet beantwoord zijn, blijf heel even hangen. En voor de rest nogmaals dank, succes vandaag. Ik hoop jullie dat jullie alweer een stukje wijzer zijn geworden. En het ook daadwerkelijk gaan toepassen. En neem ons mee in jullie ervaringen.